Daar is hij dan. Goedendag. Hier hebben we ons op verheugd. Ik denk dat we nu bij elkaar 3 weken lang elke avond een heel klein stukje van jou zien in onze rubriek De TV Draait Door. Omdat jij jurylid bent bij De Slimste, de populairste quiz van België. Ja. En dan maak je grappen en grollen. Ja, inderdaad. En dat maak je een beetje populair in Nederland. Ja, door u dan, hè, blijkbaar. Nou, we helpen een beetje. Jij bent geestelijk, wij zenden het alleen maar uit. Dat is waar. Je bent nu op tour in Nederland, hè? Ja, sinds voorjaar al eigenlijk. Made in Belgium. Ja. Gaat goed? Ja, het is heel leuk. Ja. Hoe leuk is het in Noord-Nederland, Groningen, Drachten? Ik versta die mensen niet. Nee? Ik versta u al moeilijk omdat jij zo snel spreekt. Praat ik te snel? Ja, kunnen ze het programma niet gewoon een beetje langer maken en dan kunt u een beetje kalmer praten, niet? Jij moet precies altijd uw trein halen. Zo. Gaat het zo snel? Ja. Ik krijg veel aanmerkingen daarop, van vooral heel veel oudere mensen die zeggen, die kan ik het echt niet meer volgen, maar van zo'n jonge, gezonde kerel. Ja, maar in mijn hoofd ben ik heel oud. Zullen we even kijken naar een paar, volg je het een beetje, dat wij jou uitzenden elke avond? Of? Ja, ik kijk elke dag, Matthijs. Oké, we gaan even een paar stukjes. Filip, zou je het niet fantastisch zijn als je op je 75 er nog zo uitzag als Herman de Croo? Oh, ik dacht dat hij 95 was. Hoe vind je dat met een bril trouwens? Hij bedekt een groot deel van uw gezicht, dus weet jij dat ze een stalker noemen met skistokken? Een Nordic stalker. Hoe noemt een Mongool dat in een diepje zit? Down. Mijn vader zei altijd, bij overspel zijn er geen winnaars. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen. Hebben jullie kunst in huis? Mijn vrouw begint er wel meer en meer als een Ruben zo te zien. En hier is het dan plezant dat ze ermee lachen, maar ik moet ze beter naar huis. Ik neem aan dat je het meeste gewoon uit de mouw schudt, ter plekke bedenkt. Kan je het nog terugzien of zeg je het is wel erg flauw? Je zit zelf te lachen. Ze zijn wel echt flauw. Ja, maar ik was een beetje aan het lachen en het schijnen soms, omdat er echt flauwe moppen bij zijn. Maar ja, ik heb heel veel moppen in mijn hoofd. Ik ken van op café ook en zo. En dan alles komt eruit. Dan. Mm-hmm. Ja. En begonnen als vakkenvuller in de supermarkt. Ja. Heel simpel. En je dacht ook even, dit blijf ik voorlopig een tijdje doen? Voilà, ja. Daar werken? Ja. Ja, ik kon ook niet aan. Allee, ik heb geen diploma's. Ik ben ook niet super intelligent of begaafd. Leuke tijd gehad daar? Eigenlijk, ja, leuk. Een droomjob is dat natuurlijk niet in de supermarkt werken, maar dat was niet heel erg. Toffe collega's. En Is het waar dat je... Ik maakte ook wel plezier met de klanten. En, ja. Hoe gaat dat dan? Ik heb het gevoel dat er een mop komt. Ah, nee. Ja. Ja. Maar is het waar dat je pleinvrees had of moeite om contact te maken met mensen, dat je daar bij die supermarkt doorheen bent gekomen? Nee, moeite met contact maken met mensen heb ik nog altijd een beetje, denk ik. Ik ben niet zo heel sociaal aangelegd. Mm-hmm. En de pleinvrees heb ik eigenlijk ook nog altijd, maar ik kan ermee omgaan. Maar hoe is dat dan op het podium? Nee, heb ik er geen last van. Nee, je hebt altijd wel veel ruimte voor jezelf natuurlijk. Ja. We gaan even weer kijken naar het begin. De Casino Cup, dat is een wedstrijd grappen maken in België. Die heb je gewonnen. En dat was ook voor de eerste keer dat je op televisie was in België. En vanaf dat moment had je nog iets meer haar, geloof ik zelfs. Nee? Er was gewoon een paar dagen niet geschoren. Oké, prima. Nou, we gaan even kijken. Goedendag, ik ben Filip. Ik ben 25 jaar. Ik ben van Antwerpen. Ik ben al getrouwd en ik werk in de Colruyt. Vrijwilligerswerk mag ik al niet meer doen. Ja, ik heb hiervoor altijd in een weeshuis gewerkt. Maar ik had dan voor te lachen zo eens een ouderavond georganiseerd. En die mannen die konden daar bij niet meer lachen. Maar ja. Weeskinderen hebben eigenlijk echt geen gevoel voor u, maar vind ik. Filip, je was vak aan het vullen? Het is raar om terug te zien. Ja. Je vult vakken, ik zal maar zeggen, de biertjes of de pinda's, kan mij niet schelen. En op een gegeven moment is daar Hans Thewe in je leven. Want dat is degene die jou in ieder geval op het spoor gezet heeft van geestig doen, is misschien ook wel... Wel, een collega van mij was hevige fan van Hans Thewe. En die had me dan dvd's gegeven
vond dat wel leuk. Ik verveelde mij. Ik ben aan een workshop gaan doen. En... Heb je een workshop humor gedaan? Ja, en ja, dat kan bij ons in België. Pedofielen en workshops, daar zijn wij echt supergoed in. Ja, voilà, ja. Dan leerde je grappen maken, vertellen, noem maar op. Och, nee, niet echt. Ik ben eigenlijk, op die workshop, ik had geen materiaal. En die man zei van, ja, stel je dan gewoon eens voor. En dat was eigenlijk wat je net gezien hebt, heb ik dan ook zo wat gedaan. Ja. Makkelijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Dat is gebal aan, zeg. Ja. Als je Philip Geubels heet. En toen kwam Droog. 100.000 ja. DVD's van verkocht in België. Ja. Je succesvolste show. Klein stukje daarvan. Ja, ons bomma die had Tourette. Kinderen, dan zeg je zo ongecontroleerd scheldwoorden begint te roepen. En dat was plezant, want die had ook dyslexie. Dan zie je nog niet een dag tegen me aan een bompa ontroepen. Hoi, zakkloot. Laps meer. Maar een bompa een hele dag terug. Ik zie niks niet meer. 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 Moet ik misschien even uitleggen? Maar een bompa die was blind en dement. Want die vergat altijd dat hij blind was. Dan bleef hij erbij zien. Zitten de zalen vol, Philip, hier in Nederland? Ja, dus het ging al goed eigenlijk. En omdat jij nu mij altijd in de wereld draait doorzet, verkopen de moeilijke klopt het dat je, want je bent een Belg met de Vlaamse tongval, zeer charmant trouwens, dat ja. Het hoge noorden van Nederland is natuurlijk toch een andere taal. God, kunnen ze je wel volgen? Ja, ik pas mij een beetje aan natuurlijk. Hoe doe je dat dan? Ik pak een setje ondertitels mee. Wat wil je nou? Een setje ondertitels? Nee, ik praat een beetje mooier Nederlands. En je geeft les volgens mij in Vlaamse woorden in het begin van je conferentie. Ah ja, ik leg een aantal woorden uit. Wat is een woord wat je uitlegt bijvoorbeeld? Bompa, microgolf. Wat is bompa? Een grootvader. Oké. Okay. Microgolf is en dan zeg je magnetron. Gewoon... Ja. Appelsiensap is jus d'orange. Ja. Daag is doeg. Doeg, dus ja. Hoe is jouw voorbereiding? Want je hebt echt, als je zeg maar een telefoonboek voorleest, zou ik denk ik ook heel hard moeten lachen. Omdat je een soort van totale onderspanning hebt. Ja. Maar heb je, ik zag laatst Jochem Meijer zeg maar, in de coulissen voor die opging. En dat is een explosie, weet je. En dan gaat hij op en dan komt al die energie. En volgens mij neem jij downers of slaap je vlak voor je opgaat. Of wat doe jij om zo weinig energie uit te stralen? Niks eigenlijk. Nee. Dat is het, ja. Ik eet gewoon lekker en, en dan begin ik, ja. En heb jij überhaupt een angst voor je opgaat? Ja, dat niet leuk gaat zijn natuurlijk. Mm-hmm. Dat de mensen niet gaan lachen, dat ze het niet leuk gaan vinden. Ooit gebeurd? Ben je wel eens... Ik ben al wel eens de mist ingegaan, ja. Op zo'n soort... bijeenkomst van allemaal vrouwen die in TL-lampen al lange tafels zaten en koude schotels, noemt dat hier ook zo, aan het eten waren. Ja. En ik was het optreden begonnen met de vraag, maar dat waren allemaal, dat was echt zo'n christelijke bijeenkomst en oudere vrouwen. En, maar ik begon het optreden met de vraag van, wie is een man, leeft er nog? En, het programma Mag ik u kussen? Ja. Is ook in Vlaanderen populair, ook in Nederland geweest. Je deed in de Nederlandse versie mee. En je moest proberen te verleiden Victoria Koblenko. Een bekende actrice bij ons. Zo'n tijger, ja. Ik ben dol op dutjes, vooral op chocola. Ik zeg altijd, als ik doodga en ik word gecremeerd, dan blijft er voor mij suikerpoeder over. Ik ben blij dat je chocola zegt eigenlijk. Ik ben al heel mijn leven aan het werken aan de perfecte vulling voor een praline. Het doel is als een vrouw die vulling proeft dat ze spontaan een orgasme krijgt. Doet die praline in uw mond, die laagjes die smelten, laagje voor laagje. Die vulling komt in uw mond, die smaak explodeert, uw schaamlippen beginnen te trillen, je krijgt het warm en je komt tot een orgasme. En als jij op die moment op uw hoogtepunt zit, dan zet ik de voetbal af en ik neuk u in al uw gaten. Ja, daar schrik Claudia Winding het dan weer een beetje van. Wat zeg je? Dat is die man. Nee, maar dat zie je. Daarom is dat een leuk programma, hè? Dan kunnen ze zoiets iets zingen tegen Victoria Koblenko. Ja. Heeft het geholpen eigenlijk? Want wij zijn na afloop van de uitzendingen zijn we natuurlijk niet meer bij.
Nee, een afloop. Nee? Het was niet de beslissende zet die je gedaan hebt? Nee. Even, omdat ik hem zeker even wil, de tattoo. Ja, dat vind ik zo ontzettend geest. Ik zou het zo jammer vinden. Weet jij hem? Nee? Of je tatoeages hebt, werd gevraagd in de slimste mensen. Nou, dan zegt Philip het volgende. Hebben jullie tatoeages, Judy? Eentje op mijn arm hier. Philip en Annick forever. Oh. Is je vrouw je toch niet, Annick? Nee, mijn vrouw kon daar niet mee lachen. Mijn vrouw heeft wel zo, op haar, zo aan de binnenkant van haar benen zo een schelp laten tatoeëren. En als je oor erop ligt, dan riekte de zeer. Je zit er nog altijd met te lachen. Nee, ik vind het een ontzettend leuke mop. Is dit een mop uit het café? Of is het... Ja. Dat is echt iets van onder de vrienden eigenlijk. Dit is van onder de vrienden. Ja. Bedenk je ook wel eens, want is het allemaal horen, alles opslaan in je bol en het podium op? Nee, schrijf je ook nog wel eens mop? Thuis ook al grappen te werken. Ja? Heb je er vandaag bijvoorbeeld eentje opgeschreven? Nee. Gisteren? Ik ben heel benieuwd. Hoe vind jouw vrouw het? Ik moest wel denken, maar het is wel ook een mop uit het café bij ons. Maar ik zeg zo die een orkaan. Ja? Sandy. Ja. En ik moest denken van waarom, dat zeggen ze bij ons, van waarom krijgen orkanen vrouwennamen? Mm-hmm. Geen idee. In het begin zijn ze nat en wild, maar uiteindelijk nemen ze hun huis mee. Sorry. Jort Kelder vindt hem heel erg leuk. Maar even, Philip, jij hebt altijd goede grappen over je vrouw. Ik las dat zij een poezenhotel runt. Ja. Is dat waar? Dat is waar. Oh. Ja, ga door. Je zal toch je poes kwijt moeten in België, dan ga je naar zijn vrouw. Maar hoe vindt zij het? Je bent veel van huis, dat bevalt jou goed, maar hoe is dat onderling? Zit jij op mijn vrouw aan het azen? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Nee, goed. Geen enkel probleem. Ja. Zij vindt dat ook niet erg, dat ik grappen maak over haar. Omdat ze weet dat dat niet waar is, ten eerste. Nu begint het zo'n beetje, begint er meer zo spanning rond te komen, omdat haar vriendinnen zo beginnen te zeggen van ja, je mag dat toch niet zo laten doen. Ja. En dan begint dat natuurlijk een beetje zo. Maar, de laatste grap die we gaan horen is weer uit De Slimste Mens over kinderen. Of je kinderen hebt en of je er last van hebt. Hoeveel procent van de Vlamingen vindt het geluid van spelende kinderen overlast? Wie er dichtstbij is van jullie drie, die wint. 13%. Hoeveel? 13. Otto-Jan? 21%. Het is 24%. Jij was er dichtstbij. Heb jij kinderen, Otto-Jan? Nee. Nog niet? Nee, veel mensen hebben daar dus blijkbaar last van. Stoort jullie dat, het geluid van kinderen? Ik heb mijn kelder ook gezocht. Philip Geubels doet nog door heel Nederland de komende tijd. Dankjewel. Dank voor je komst. Ga je goed. Bedankt. Tot zover. Tot morgen.